Welkom allemaal bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit... Hoe is dat, Roud? Vandaag gaan we het hebben over The Cloverfield Paradox. Dit is weer een dedicated Netflix original movie. De tweede in een rij. Na Bright hebben we nu The Cloverfield Paradox. Ja. En dit is nummer 3 in de lijn. We hadden eerst natuurlijk Cloverfield. Daarna hadden we die vent met John Candy volgens mij. Ja, John Goodman, sorry. Ja. John Goodman, ja. In die kelder. Ja. Steengoede film vond ik dat. Dat vond ik echt een goede film. En nou heb ik, helaas Maurice niet. Ja, ik heb niet gezien, nee. Maar ik wel de Cloverfield Paradox gekeken. Ik kon wel janken, zo slecht die was die. Zo. Wat een verschrikkelijke film was dat, Maurice. Ik hoop ook dat je hem nooit gaat zien. Okay, dus want het is een fucking waste of time, 1,5 uur. Hoe goed de tweede was, hoe slecht die derde was. Maar ik heb al voorstukjes, speelt het in de ruimte af? Ja, klopt. En toen dacht ik, de trailer zag er heel aardig uit. Ja, toen dacht ik, ruimtestation en we gaan een energiecrisis heersen op aarde, alle brandstof is op. Het begon heel goed. Okay. Ze gingen naar de Space Station, daar zouden ze een experiment uitvoeren wat voor unlimited energie zou zorgen voor de aarde. Ja. Het had alle kenmerken van het gaat echt iets worden. Ja. Totdat dat ding aanging, nou 100.000 keer fout proberen en ze kwamen in een... Tussen twee dimensies in kwamen ze terecht. Dus er gebeuren allemaal gekke dingen die eraf gaan. En allemaal rare dingen. Allemaal rare dingen allemaal. Maar het verhaal was zo flinterdun. Dat het gedragen moest worden door de effecten die erin kwamen. Dus een arm die eraf ging. En een vrouw die op allemaal kabels zat. En zo gekkigheid. Maar is dat een soort origin story hoe dus de beesten op aarde is gekomen? Nee. Dus dat dacht ik misschien dat zij het hebben veroorzaakt. Nee, dat is ook weer heel wat, zou maar zeggen. Ja, dat dacht ik misschien. Ik dacht ook, misschien is het wel een prequel of zoiets. Ja. Maar, ik heb ze alle drie gezien nu. En ik kun je zeggen... Het zou een mogelijkheid kunnen wezen. Want in het begin van het hele spektakel zie je niet dat het beest er is. Ja, daarom dus maar in die andere Cloverfields... Was er geen energieschaarste? Speelde er helemaal niks van. Nee, je hebt hem gelijk, ja. Dus kan dat per definitie, speelt dit in de toekomst. Ja. Dus kan dat beest niet daardoor komen. Want de eerste film Cloverfield begon gewoon met een feestje. Dat mensen allemaal op feestjes zaten. En zeggen dat ze die hand niet kennen. Daar was ook zo'n goede film eigenlijk, omdat het iets nieuws was. Maar wat een verschrikkelijk film. Ja. En op het einde, dat vond ik het was zo vol clichés allemaal. Ja. Op het einde ontsnappen er dan 2 mensen van het team. In zo'n pot, zo van dat ruimtestation weg. En ze hebben de energiecrisis toch opgelost. Want dat ding deed dat toch nog toen ze uit die andere universe waren en zo. Nou, en dat ding dat schiet dan weg. En die mensen hebben dan alles al doorgemaakt. De hele tyfus zo. Ja, maar wat een probleem. En dan een aardigheid. En de horrors die we gezien hebben. En dan vliegen ze weg. En dan komt zo in de atmosfeer een potje. En opeens gebeurt er dit. Komt het al monster weer. Blok! Dag! En dan is het einde. En die vrede potje op. Oké. Dus die mensen zijn nou dood. Ook dood, ja. Nou ja, oké. Dus dat was zo cliché. Je zag hem door de wolken heen komen. En toen dachten we allemaal van nou. Goed gedaan. Dan gaat nu wat gebeuren. Waarvoor heb je zo'n shot? Ja, en toen kwam dat monster zo weg. En dat monster, dat is nou op aarde gekomen? En dat monster is op aarde, ja. Of dat het monster is van de andere keer. We hadden schaduwen, dus dat weet je ook al niet. Maar nu zag je echt wel het beest, zag je zelf. Ja. Dus het was niet de schaduw meer, zag je echt het beest, zag je. Okay. Nou. Ja, ik vond een dermate slechte film, dat ik er graag nog even een aflevering aan wijden. Ja, om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen, ga hem niet kijken. Maar dat betekent dat hij een 3 is of zo. He? Het is al een 3 of zo, nou, 2 of 3. Dit is zeker een 2. Ik geef hem een 3. En weet je waarvoor ik ook een 3 geef? Het ruimtestation zag er fantastisch mooi uit. Okay. Maar wat ik nou weer slecht vond, wat is nou een goede regisseur? Welke regisseur denk je dat hierachter zit? Spielberg? Nee, ik bedoel een goede regisseur zeggen. Ja. Die heeft Star Trek gemaakt. Abrams. Ja. Deze film staat onder J.J. Abrams. A production of J.J. Abrams. Ja, ja. Wat is er nou? J.J. Abrams. Die hebben helemaal geen moer mee te maken met die hele film niet. Ja? Okay. De productiestudio die van Abrams zit of bij zit of van weet ik veel wat. Okay. Die heeft te maken met die film. Hij persoonlijk heeft niks te maken met die film. Nee. Maar hij heeft wel te maken met de volgende Cloverfield. Ja, gaat hij dat doen? En, althans, daar heeft hij iets mee te maken zijn. En toen heeft hij gezegd, dat wordt een dijkert. Ja, maar ja. Nou, dat zei al wat, want zij vroegen hem naar deze. Ze vroegen naar deze film. En hij had het over de volgende. Dus deze vond hij zelf ook al niks. Denkt hij bij mezelf. Maar dat is ook een beetje met Star Wars, hè? Nou, hij zegt, ik ga ook een goede film maken. Ja. Dat is ook een beetje verkapte kritiek wat hij nou geeft. Nou, ik moet ook zeggen, die Abrams, hij gaat wel een beetje verliezen in mijn ogen, hoor. Hij begon heel goed, maar nou heeft hij alle klachten van Star Wars van de fans gehoord, las ik. En we zitten, nou, wat gaat hij ermee doen? Niks. Ik heb het gehoord. Ja. Ik bedoel, ik heb het gehoord, man. Maar ja, dat is hetzelfde met Star Trek ook. Heeft hij ook helemaal veranderd. Ja. Dus ja, ik kunnen goede dingen, kunnen slechte dingen zeggen, maar over deze film een duidelijk drietje. Nee. En die heb ik nog nooit gegeven. Nee. Maar vier was een mooie uitzending om een 3 eens eventjes in de wereld te gooien. Zo. Nou ja, dus ik zou zeggen, mensen, ga lekker naar de bioscoop. Kijk daar even een goede film. Daar kan hij op dit moment geen 3'en. Bedankt en tot de volgende keer. Leuk. Doei.